Wat zal ik eens gaan doen? Wat zal ik eens gaan doen? Autopetten, internet, het spugen op mijn schoen. Er is zoveel te doen. Er is zoveel te doen. Want in elk boek, in elk boek, in elk boek is altijd wat te doen. Altijd wat te doen. Wat te doen. Te doen. Wat een spannend boek, zeg. Ze gaat toch niet? Hé? Ja, ze doen het wel. Maar hé, hoe dan? Nee, pas op, Robbie. Hey, ho, hoi. Ik hoorde jullie niet eens binnenkomen. Hoi, Anna. Hoi, hoe is het? Hey, Andreas. Hoi. Hallo, hey, jou ken ik nog niet. Oh, Richard. Ja. Hoi. Hoi. Hé? Wat, ben je vermomd of zo? Nee, ik heb gewoon een nieuwe zonnebril gekocht. Oh, ja, sorry. Ja, ik zit zo met mijn hoofd in dit boek. En er zit een of andere Max, die vermomt zich namelijk de hele tijd. Maar dat heeft een hele andere reden. Die heeft geen nieuwe zonnebril. Ja, spannend boek. Kennen jullie dit trouwens? Nee. Robbie en zijn gave tantes? Nee. Zal ik eens vertellen waar het over gaat? Ja, ja? Dat is wel leuk. Nou, Robbie, dat zegt het alleen, dat is de hoofdpersoon, Robbie. En die woont de hele tijd alleen thuis. Waar zijn zijn ouders dan? Ja, zijn ouders, ja... Die zijn echt, die zijn nooit thuis, die komen nooit. Die zijn namelijk ontzettend rijk en altijd op reis. Altijd naar het buitenland. Ja, dan zit Robbie alleen thuis. Waarom mag hij niet mee? Ja, dat zou ik me ook afvragen. Waarschijnlijk hebben die, Robbie moet natuurlijk wel naar school. En die ouders kan het niet zoveel schelen. Die hebben zoiets van, nee, we laten Robbie gewoon thuis. Maar op een gegeven moment gebeurt er iets heel naars. Zijn ouders overlijden. En dan is Robbie helemaal alleen. En dan uiteindelijk moet hij naar zijn tantes. Maar hij ziet dat helemaal niet zitten, want hij vindt dat maar enge tantes. Wat is er met die tantes? Die tantes, ja, die zien er een beetje raar uit. De ene is heel klein en dik en de andere is heel lang en heel dun. Dat is een beetje een wijsneus. En die doen allemaal hele gekke dingen. Maar uiteindelijk, dan valt het allemaal reuze mee. Waarom valt het dan mee? Ja, hij, op een gegeven moment, ja, het is wel grappig. Dat blijken eigenlijk best wel gave tantes te zijn. Want de ene die rijdt bijvoorbeeld keihard op een motor en in supersnelle auto's. Ooit meegemaakt, zulke tantes? Nee, niet echt. Nee? Nee? Hoe is het met jouw tante? Nou, ze heeft best wel veel geld, maar... Ze rijdt niet in een snelle auto? Nee. Nou, deze tantes dus wel. Nou, Robbie vindt het ook wel super eigenlijk. Alleen, er wonen wel een paar vreemde figuren in huis. Wat zijn er dan voor rare figuren? Ja, die vermommen zich de hele tijd. Maar dat doen ze niet zonder reden, want dat doen ze namelijk om in te breken. Waarom breken ze in? Ja, dat heeft een reden. Dat doen ze niet alleen maar voor zichzelf, maar dat doen ze om zoveel mogelijk te stelen... en uiteindelijk dat wat ze gestolen hebben, om dat te geven weer aan de armen. Wat vinden die tantes daarvan dan? Ja, die tantes die vinden dat eigenlijk wel oké, want die doen namelijk zelf mee. Ja, ze hebben niet voor niets zo'n snelle auto. Zijn ze nog nooit opgepakt of zo? Nee, ze zijn nog nooit opgepakt. Het is altijd goed gegaan. Alleen ze hebben één probleem. Dat probleem, dat is kolonel Snorker. Die woont dicht bij hun in de buurt. En dat is een man die heeft een kast van een huis. Ongelooflijk veel geld. En dat klopt iets niet volgens hun. Want hij is rechter. En rechter die verdienen niet zoveel. Hè? Dat kan niet betekenen dat je ongelooflijk veel grote huis hebt en alles erop en eraan. Dus, wat gaan die tantes nou doen? Wat denken jullie? Inbreken. Bij hem. Bij hem, natuurlijk. Ik bedoel, zo'n kast van een huis, daar moet wel wat te halen zijn. Maar mag Robbie dan mee? Ja, Robbie die mag mee. Die mag mee van de tante. En ze zijn nu net onderweg. Zullen we eens even kijken hoe dat verder gaat? Nee. Eens even kijken. Zonder vermomming. Goed, nou, doe wat je wilt. Jij hebt de beste ogen. Ga jij voorop? Mm.
Wat was dat? Max? Geen idee. Ik doe uit. Ja, ja. Oh, als we ons nu maar niet gezien hebben. Oh, God, oh God, nee. Als we ons gezien hebben, zijn we in het huis. Max, hou op. We hebben geen tijd voor acteurs, Frans. Hé, hey, kom op. We gaan op zoek naar die deur. En stil. Want als Snorker ons hoort, dan zijn we echt het huis. Oké. Okay. Deze is het. Oké. Oké, op je vloertje. Daar ben ik. Jongens. Floortje, wat doe je nou? Zien hebben die zich kostelijk vermaakt. Oh, van Dekkers. De duurste champagne open. Maar nog niks van gedronken. Dat is toch zund. Floortje, beheers je. Goedemorgen. Ja, nog één glaasje wijn. En dan kom ik echt. Ja, maar... Nou, daar zullen we voorlopig geen last meer van hebben. Zullen we dat waar verder gaan? Max. Zeg, Max. Ja. Wat denk jij? Ik geloof dat de kolonel zijn gestolen spullen nooit in de salon zou bewaren. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik ga even daar kijken, hoor. Nee. Boven moeten zijn. In de slaapkamer. Misschien op de zolder. We gaan naar boven. Goed. Denk eraan, Robbie. Niet in het midden van de trap lopen. Daar kraakt het meest. Weet ik. Dat is bij ons ook zo. Laten we met die deur beginnen. In een pyjama. Zou hij niet alles in zijn slaapkamer verstopt hebben? Nee, daar geloof ik echt helemaal niks van. Die kolonel die zou nooit zo rustig slapen als hij bovenop zijn gestolen spullen ligt. Bovendien heb ik maar één kast gezien. Voor al die lelijke geruite pakken. Floortje, beheers je. Jongens, ik krijg hier zo'n vreemd gevoel alsof het hier niet helemaal klopt. De verhoudingen bedoel ik dan. Denk je aan een geheimpaneel? Ja, zoiets. Hé, hey, help eens even. Robbie, jij bent de kleinste. Ga jij langs die blind of je een regeltje ziet? Wow,
gauw goed gedaan, tante Floortje. Zo, Floortje. Is dat je nieuwe vriendje? Heeft iemand iets ontdekt? Niks. Niks. Niks? Nee, ik ook niet. We nemen de volgende kamer. Mijn kop eraf als het hier niet is. Tante Brigitte, maar het ligt echt niet aan. Nee, nee, absoluut niet. Dat zie je van buitenaf. Onze stelregel is zo weinig mogelijk licht, hè, Max? Ja, we hebben geen licht nodig. Wat is dat, Robbie? Geheime kamer. Oh. Oh, we hebben het gevonden. Die schilderij is een miljoenen waard. Oh, wat zouden we daar veel arme mensen blij mee kunnen maken. Dat heeft die stiekem snorker allemaal gestolen. Ooit zoveel juwelen bij elkaar nee, gezien. Nee, zoveel heb ik... Handen op! Allemaal! Spannend boek, hè? Ja. Ja, en jullie mogen zelf lezen hoe het verder gaat. Zeg, zouden jullie ook wel van die tantes willen hebben? Ja, eigenlijk wel. Ja, hoezo? Lekker aan het rijden over een snelweg. Nou, oké. Okay. Gebeurt dat nu nooit dan? Ja, met mijn opa. Nou, dan heb je toch een gave opa. Ja. En oma. En oma. Die rijdt ook mee? Ja, die rijdt mee en ik mag meestal voorzitter van haar, dus. Zo, hé. Dan moet ook een boek gaan schrijven. Richard en zijn gave opa en oma. Zeg dat vermommen trouwens, wat die Max doet. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Nee. Nog nooit? Nee. Heb je nog nooit een pruik op je hoofd gehad? Of een snor? Nee. Willen we dat even zien? Ja. Ja. Oké. Okay. Die kant op. Zo. Dit is het boek. Hier staat het in hoe het moet. Dit zijn de spullen. Nou, dat moet wel gelukken volgens mij, hè? Wie gaat er beginnen? Wie wil eerst? Zij. Nee, oké, dan begin jij. Oh, okay. Zo, kom maar staan. Gaan wij het uitzoeken, oké? Nou, ga je gang. En zo gek mogelijk, hè? Hij moet onherkenbaar zijn. Zo. Onherkenbaar. Oké, nu de volgende. Super, super. Geweldig. Wordt hij nou zo? Onherkenbaar. Oh. Nee, dat kan toch niet. Ja, die is goed. Goed, hè? Ja, oké, de volgende, Andrea. Zo, wat is er nog over? Deze, hè? Even goed grijs. Russisch iemand. Ja, die is goed. Nee, ik die jaren. Oké. Nu jij. Ja, nu mag jij gaan zitten. Ja, oké. Oh. Niet te gek, hè? Nee, alleen gek. Wacht, eerst deze. Oef. Mm, ja. Zoiets. Zitten jullie ook dat ik trap hoor, hè? Is het klaar zo? Ja. Oké. Dan. Mag ik hem omdraaien? Ja. Nou ja. Geweldig. Fantastisch. Hallo zeg. Kan het nog erger? Kan ik jullie vaker inhuren om haren te doen? Hallo zeg. Je lijkt wel een zwerver.